Hi, mijn naam is Gijs Bodenstaf, een van de online video professionals. In deze video ga ik jou laten zien hoe je eenvoudig. een YouTube video kunt optimaliseren zodat die beter wordt gevonden in YouTube en in Google. Als eerste loggen we even in en gaan we rechtsbovenin naar het icoon. Je klikt op Create a Studio. En je klikt op Videobeheer. Dan ga je naar de betreffende video die je wil gaan optimaliseren. Maar voordat we een video gaan optimaliseren, moeten we eerst een stukje keyword research doen. Dat houdt in: we gaan op zoek naar keywords die mensen daadwerkelijk in YouTube of Google intypen, zodat we die keywords aan de video kunnen hangen, zodat je video uiteindelijk beter gevonden wordt. Nou, een van de manieren om dat te doen is in YouTube zelf. Stel, we hebben een video over een coachingsgesprek gemaakt. Typen we coaching in bij YouTube. En nou geeft YouTube zelf al als he, suggestie een coachinggesprek. Nou, dat lijkt me een relatief belangrijk keyword. Dan kijken we gelijk even, zijn er al video's over gemaakt? Dat is hier het geval. Het coachinggesprek, hoe werkt een coachinggesprek? Nou, het woord coachinggesprek, die kopiëren we naar Google. Typen dat keyword in. En dan nou krijg je gelijk een aantal suggesties van websites die al renken op dat betreffende keyword. Dus we zouden ook het keyword coachinggesprek verbeteren kunnen nemen. Maar we kunnen ook kijken wat Google als suggesties onderaan geeft. Een coachingsgesprek model, lijkt me een relevant keyword, coachinggesprek vragen. Nou, die keywords die nemen we allemaal mee. Nadat we een aantal keywords hebben gevonden, kunnen we ook deze gebruiken bij de keyword display planner van Google AdWords. Dus stel dat we hier coaching gesprek zouden intypen. Dan gaan we wat ideeën opvragen. En dan geeft de Google AdWords Planning Planner geeft dan een aantal keywords die je zou kunnen gebruiken. Zoals coaching opleiding, coaching cursus. Maar let op, het moeten wel keywords zijn die relevant zijn voor je video. Nadat we een aantal keywords hebben gekozen, gaan we deze daadwerkelijk bij je video plaatsen. Dan gaan we weer naar YouTube. Je gaat naar het icoon. Je gaat naar Create a Studio. Je klikt op Videobeheer. Dan klik je op. Op de video die je wil gaan bewerken. Dan ga je naar informatie en instellingen. Nou zie je hier de titel, het eerste de invoerveld. Dat is de titel van je video. En die is zeer belangrijk om je video uiteindelijk te laten ranken. Dus we vullen hier coachinggesprek in. Maar we kunnen ook um, gesprekstechnieken. Deze keywords die kopiëren we naar de beschrijving. En het is belangrijk om in de beschrijving ook een daadwerkelijke beschrijving van je video te maken die ook relevant is. Dus niet een opsomming van keywords. Dus hier kunnen we zetten leer nieuwe coaching coaching Leer nieuwe coaching gesprekken. In deze video leert u nieuwe coaching gesprekstechnieken. Probeer deze beschrijving. Echt uitgebreid te doen, want hoe meer keywords en hoe meer relevante content je bij de video kunt plaatsen, hoe groter de kans is dat je video wordt gevonden. In een andere video, een aparte cursus, leer ik je alle ins en outs van een goed keyword research. Dus dit is even een quick win, een quick keyword research om je video uiteindelijk te, te laten ranken en ook beter gevonden te laten worden. Verder is het relevant. En zeer belangrijk om de keywords als tags te plaatsen. En de tags gebruikt YouTube om beter te begrijpen waar je video over gaat. Dus in dit geval kopiëren we. En we nemen ook een voorgestelde tag die YouTube zelf suggereert: Coaching Industry. We kunnen coachingsgesprektechnieken erin plaatsen. Op het moment dat we een aantal keywords hebben ingevuld, zou je ook nog eventueel een jaartal erbij kunnen doen, mocht het relevant zijn dat een bepaalde gesprekstechniek eh, accuraat of actueel is in 2015. 2015. We klikken op wijziging opslaan. Nou kun je eventueel, mocht je de vertaling in een andere taal willen doen, bijvoorbeeld Engels, om je bereik groter te maken, dan zou je hier nog je tekst, je content kunnen laten vertalen of zelf vertalen. Verder zou je nog inkomsten kunnen genereren, maar dan moet je al echt behoorlijk veel views hebben. We klikken op geavanceerde instellingen en er zijn een aantal opties. Je kunt zeggen: ik gebruik de standaard licentie van YouTube dat houdt in dat niet iemand anders jouw video of je content mag overnemen. Maar klik je op Creative Commons, dan is het mogelijk dat andere mensen jouw video mogen gebruiken. In dit geval laat ik hem staan op standaard YouTube licentie. Je kunt je video nog in een categorie plaatsen, dus afhankelijk wat je doet of dat je een dienst aanbiedt of een product of muziek of blogs. In dit geval kies ik zo doe je dat in stijl. Je kunt nog aangeven waar de video is geschoten. In dit geval Amsterdam. Je kunt de taal meegeven, in dit geval Nederlands. Je kunt de opnamedatum meegeven. We klikken op wijziging opslaan. Wat je verder nog kunt doen is aan je video closed captions hangen. Dat houdt in. Een ondertiteling die YouTube kan indexeren zodat hij beter begrijpt waar de video over gaat. Hiervoor heb ik een andere video gemaakt. Als je nu rechtsbovenin klikt op het i'tje, dan heb ik een video over hoe closed captions werken. En closed captions helpen beter voor YouTube te begrijpen waar je video over gaat. Maar ook een gebruiker kan dan een ondertiteling lezen waar jouw video over gaat. Op dit moment heb je een aantal relevante keywords voor je YouTube-video geüpload of aangemaakt voor je video en we kunnen eens kijken of de video überhaupt nu al rankt door het plaatsen van de relevante keywords. Nou, dat doen we vervolgens door even uit te loggen, want anders krijg je geen eerlijke ranking, want Google onthoudt jouw eigen zoekgedrag, dus het is altijd belangrijk om even uit te loggen. Dus we loggen even uit. En we typen in nu in YouTube coaching gesprek. Nou, rankt de video? Nee, helaas nog niet. Maar we hadden er ook een jaartal voor gezet. En nou zie je dat je video direct rankt op een keyword waar daad daadwerkelijk mensen op zoeken. Nou kunnen we ook kijken. Coaching gesprekstechnieken. En je ziet, je Google of je YouTube video rankt direct in YouTube. Nou is het wel zo, omdat dit een nieuwe video is, dat YouTube direct je video al wat extra ranking power geeft. Dus het kan zijn dat een aantal dagen later je video niet meer zo goed rankt als in het begin. Prima. Dus dit is een hele mooie manier om eigenlijk met een hele korte quick win, een kort keyword-research, toch een aantal relevante keywords te vinden, waardoor je video beter in YouTube gaat renken. Heb jij na het kijken van deze YouTube-video nog steeds een vraag? Stel hem even hier beneden, dan ga ik hem voor je beantwoorden. Vind je deze video nuttig? Geef ons even een like en abonneer je op dit kanaal. Dat kan heel eenvoudig door even op de rode abonneerbutton te klikken. Ik wil jou bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Bekijk gelijk een van mijn vorige delen: een YouTube-video uploaden. Of hoe je een YouTube-video kunt editen. Of het volgende deel, deel 11. Een YouTube-video optimaliseren, deel 2. Closed captions.